Terwijl tientallen medewerkers nog bezig zijn om het parcours op te bouwen voor de NK Inline Skating, staan we hier bij een stand en naast mij staat Arjan Breukeman. Arjan, kun jij mij vertellen waarom deze stand? Deze stand is van het NK Skileren en wij willen graag gebruik maken van deze stand, omdat wij graag het convenant om een gewoon gezond willen ondertekenen. Nou, wij vinden het mooi om dat op deze locatie te doen, want een van onze doelstellingen is ook om aan te sluiten bij de bestaande evenementen en daarbij een extra gezond tintje te geven. En dit is daarvoor een hele mooie start. En kun je in het kort vertellen wat de doelstelling is? Nou, de doelstelling is in eerste instantie om al onze gezonde initiatieven om die samen te voegen tot een gewoon gezond met een gewoon gezond paraplu. Dus dat is eigenlijk de eerste bedoeling. Mochten er later nog nieuwe initiatieven ontstaan, dan een gezonde initiatief ontstaan, dan is dat natuurlijk hartstikke mooi. Maar in eerste instantie willen we alle gezonde initiatieven bij elkaar koppelen. En dat noemen wij dan om een gewoon gezond. En jullie doen dat ook in samenwerking met Hardenberg, met de gemeente Hardenberg. Ik heb begrepen dat 80 gemeentes daarbij aangesloten zijn. Ja, er zijn inderdaad 80 gemeentes zijn aangesloten bij de landelijke JOG-aanpak. JOG staat voor jongeren op gezond gewicht. En onder andere Hardenberg en Ommen. Nou goed, we zijn natuurlijk nauw met elkaar verbonden door de ambtelijke fusering. Dus inderdaad, Hardenberg en Ommen pakken het allebei op. En je zei het net al, er wordt zo dadelijk een convenant ondertekend. Kun je iets vertellen over de inhoud daarvan? Nou, de inhoud is, het is in eerste instantie een intentie om met z'n allen een gezonde jeugd in een gezonde omgeving te creëren. Wij zeggen allemaal tegen onze kinderen van je moet fruit eten, je moet water eten. Maar wij hebben eigenlijk ook de bedoeling van als we de omgeving nou veranderen, ja, dan zullen we de jongeren en de kinderen daarin meenemen. Dus dat is eigenlijk de bedoeling van dit convenant. Voorafgaand aan het Nederlands kampioenschap inline skating, eerst het Ommer Scholenkampioenschap. 90 jeugdige skaters staan straks aan de start. 14 basisscholen hebben bij school 20 clinics gevolgd. Van iedere basisschool staan straks aan de start 3 jongens en 3 meisjes, de snelste skiers van de school. De wedstrijd. Eerst 100 meter sprint, daarna een lange afstand, de 1000 meter. Wie dit het beste doet, mag zich de kampioen skater van Ommer noemen. We staan nu vlak voor de start en we hebben nog even tijd voor een gesprekje. Want naast mij staat... Rochelle Schiphorst. Rochelle Schiphorst. Rochelle, jij hebt vast meegedaan met die kliniek. Kun je daar nog iets over vertellen? Dat was heel leuk. En we kregen skielerles en op het eind hadden we een wedstrijdje. En wie de snelste tijd had, die mocht hierheen. En wat heb je daar nog meer van geleerd? Wat heb je goed onthouden? Wat kun je straks gebruiken tijdens de wedstrijd? Hoe je moet vallen. Dat vind je het belangrijkste? Heb je ook nog extra trainingen daarvoor gedaan? Voor jezelf? Ik heb met mijn vriendin heel eind geskielerd. Oké. Okay. Zie je straks zelfs op het podium staan? Nee, eigenlijk niet. Dat niet. Oké. Okay. Ik wens je heel veel succes samen met al die 90 rijders. Dankjewel voor dit gesprek. Jij komt van de school De Vinkenbuurt. Daar heb je natuurlijk een prachtige gelegenheid om te oefenen. Dat hebben jullie vast en zeker met de hele school gedaan. Ja, zo'n beetje. Oké. Okay. Waar ben jij nou heel erg goed in? In de sprint of in de lange afstanden? Ik denk de lange afstanden. Ga jij voor de prijzen? Nee, ik doe gewoon voor de lol. Mij boeit niks. Jij doet ook voor je plezier mee. Nou, ik wens je heel veel succes en laat zien dat de school van Vinkenbuurt goed voorbereid is. Dankjewel. Oh!
Twee trotse winnaars, Britt Bijken van de Vinkenbuurt en Silas Slatman, CBS De Triangel uit Witharen. Twee kanjes, jullie hebben de eerste prijs gehaald. Gefeliciteerd. Dank u wel. Dank je wel. Ja. Was het heel moeilijk om die eerste prijs te behalen? Ja, bij de 1000 meter ging het wel een beetje moeilijk, maar de 100 meter ging wel goed. Wat vond jij heel moeilijk, Silas? Bij mij ging de 1000 meter wel beter. Als je dat nou weer eens over moest doen, Britt, wat zou je dan de volgende keer misschien toch nog anders doen? Dat weet ik zo niet. En jij? Ik zou iets minder hard starten. Ik zou iets minder hard starten. Oké, okay, je ging te snel weg eigenlijk. Dus je krachten een beetje verdelen. Oké, okay, Britt, ga jij hiermee door met deze sport? Ja, ik zit al 2 jaar op schaatsen, dus dan... Kijk eens aan. Dus je bent echt van plan om je nog steeds te verbeteren. En hoe is het met jou, Silas? Ga jij door? Ik zit niet op skileren op schaatsen. Ga je wat door met skileren? Misschien je vrije tijd? Ah, jawel. Ja, dat wel dus, oké. Okay. Zou je misschien nog eventjes de medaille willen laten zien? Nou, ik vind het een geweldige prestatie wat jullie vanmiddag geleverd hebben. We hebben ontzettend genoten en nogmaals van harte gefeliciteerd. Dankjewel.